dat heb ik hier niet. Meestal met halve werk, hè? Ja. Nee, maar het is wonderlijk waar bamboe allemaal voor gebruikt wordt. Want ja. Ik zei net tegen de heren, ik loop in een bamboe onderbroek, maar ik ga niet mijn broek uitdoen, had ik al gezegd. Mag er ook. We gaan schroeven. Ja. Dat is hem. Ja. Oké. Dat is beter. Ziet hij goed, heren? Ja. Ga je het even aandraaien. Thuis zou ik tevreden zijn. Dus. Ja? Nou, prima. Ja. Gemeente kopen zo'n bord vanwege de duurzaamheid. Wat is nou duurzamer, een bamboe onderbroek of een bamboe verkeersbord? Een bamboe verkeersbord is duurzamer, want dat gaat 20 jaar mee. Het ziet er degelijk uit, zeg. Ja. Hoe zijn je op het idee van bamboe gekomen? We hadden alles al gedaan met de inkten, met de lak, met de folie die erop zit. Maar je blijft toch altijd het aluminium bord houden. Nou, wat is een goed alternatief daarvoor? En dat hebben we naar gezocht en uiteindelijk zijn we op bamboe uitgekomen. Want bamboe heeft een hele harde structuur. En bamboe heeft het voordeel dat het milieuvriendelijk is. Het absorbeert CO2 tijdens de groei. Aluminium dat produceert heel veel CO2 tijdens het productieproces. En dat maakt het grootste verschil tussen een bamboeverkeersbord en een aluminiumverkeersbord. Durf je te zeggen hoeveel duurzamer is zo'n bamboebord ten opzichte van een aluminiumbord? 100 keer. En bamboe is natuurlijk een heel snel groeiend gewas, maar binnen 5 jaar... is een bamboeboom kan gekapt worden. Ja, ja. Ik dacht wel even van bamboe verkeersbord, ik had er nog nooit van gehoord, maar dat is het leuke van innovatie, dat je dus heel veel dingen in het kader van die circulaire economie krijgt te horen, waar je nog nooit van gehoord hebt, maar die dus uitstekend toepasbaar kunnen zijn om die circulaire economie een boost te geven. We moeten van het gas af, moeten we ook van het aluminium af? Milieutechnisch zou dat heel goed zijn. Of het in praktijk haalbaar is, dat betwijfel ik. We zijn trots dat we dat in Bloemendaal hebben als eerste. Het bamboebord is op dit moment wat duurder dan een aluminiumbord. Dat heeft te maken, het is ook een nieuw product. In Nederland is het op dit moment, en wereldwijd trouwens, is het eerste waar de bamboeborden geproduceerd worden en ook geleverd worden. Ik denk dat dat door de tijd wellicht iets anders zal zijn. Als het bord net zo goed is als mijn ondergoed, dan heb ik er alle vertrouwen in, ja.